Welkom bij de Mientje en Adelheid 8.2 Biocast. Meiose 1 geeft de mogelijkheid om chromosomen op verschillende manieren te rangschikken. Je ziet hier in het blauw de chromosomen van de ene ouder en in het rood de chromosomen van de andere ouder. Tijdens meiose 1 in de metafase gaan de homologe chromosomen naast elkaar in het metafasische vlak liggen. En je ziet hier met 4 chromosomen dat er een verschillende mogelijkheid is dat ze in het metafasische vlak gaan liggen. En dat betekent dat er ook een andere verdeling kan komen tussen de chromosomen. En dit is nog maar met 4 chromosomen. Recombinatie heet dat. En dat geeft verschillende mogelijkheden. We hebben hier het experiment van Mendel met gele planten, erwtenplanten met gele en met ronde erwten. En die heeft het genotype, want het is een homozygoot voor beide eigenschappen. De gamete die hij maakt is 100% grote G grote R. Die wordt gekruist met een plant met groene en gerimpelde erwten. Daarvan is het fenotype, hij is ook homozygoot, namelijk kleine g, kleine g, kleine r, kleine r. De gamete is 100% kleine g, kleine r. En dat betekent dat daar een F1 uitkomt. En dat zijn allemaal planten met gele en met ronde erwten. En dat hadden we wel verwacht, want het dominante fenotype krijg je altijd terug bij een kruising tussen de twee homozygoten. Dus het genotype daarvan is grote g, kleine g, grote r, kleine r. Dat kunnen we nog wel uit ons hoofd. Maar we laten die F1 zelf bestuiven. Dus dat betekent dat we deze kruising gaan maken. Dat zetten we weer in een kruisingsschema. Nadat we eerst even gekeken hebben, we zien namelijk hier dat er veel meer mogelijkheden zijn voor de gameten. We hebben 4 verschillende mogelijkheden, terwijl je anders 2 had. Dat betekent dat ons kruisingsschema er ook anders uitziet. Hier komen al die verschillende gameten. En die hadden we aan de andere kant ook. En daar zien we één keer een homozygoot dominant voor beide eigenschappen. Hier komt er alweer één kleine letter bij. Daar is er een kleine letter op een andere plek. Hier heb ik 2 kleine letters en 2 grote letters. Dan hier 1 kleine letter. Hier 2 kleine letter. Een homozygoot recessief voor 1 eigenschap. En zo is het gewoon invullen. Je hebt alleen wat meer mogelijkheden. Dus je bent wat langer bezig. En het is maar goed dat Mendel, toen hij dit deed, alle eigenschappen die hij onderzocht op verschillende chromosomen lagen. Nou, even kijken naar de verschillende genotypen. Hier is er 1 van, hier zijn er 2 van, hier was er weer 1 van, hier 2, en hier hebben we er zelfs 4, hier weer 1, hier weer 2, en hier weer 2, en hier weer 1 van. Dus dat zijn nogal wat verschillende genotypen. Als we kijken naar de fenotypen, dan zijn er maar 4 verschillende. En de F2 is geel en rond, geel en gerimpeld, groen en rond en groen en gerimpeld. En de verhouding waarin je die tegenkomt is er één die je moet onthouden. Net zoals van 3 staat het 1 of 1 staat het 1 is ook de verhouding bij een dihybride kruising. 9 staat er 3, staat er 3, staat er 1, van belang voor het fenotype. Dit is een fruitvliegje, een Drosophila melanogaster. En zo ziet hij eruit. Het wild type, het type zoals die normaal in de natuur voorkomt. Hij heeft rode ogen en hij heeft een gele lichaamskleur. Dit is een mutatie. En de mutatie heeft witte ogen. Dit is een andere mutatie. Die heeft wel rode ogen, maar die heeft een zwarte lichaamskleur. En daarmee kunnen we kruisingen gaan doen. Want we weten dat de oogkleur X-chromosomaal is. Dus de eigenschap om gekleurde ogen te hebben, de rode ogen, is te vinden op het X-chromosoom. De eigenschap natuurlijk om die niet te hebben, ligt ook op het X-chromosoom. En de lichaamskleur, het gen voor de lichaamskleur, ligt op een autosomaal chromosoom,
dus een lichaamschromosoom. En die zien we die de verschillende mogelijkheden. We gaan kruisen. Een mannetje die recessief is voor beide allelen, wat fenotype betreft. Het genotype betekent daardoor, omdat het een recessief allel is, dat hij een kleine R heeft op het X-chromosoom, een Y-chromosoom zonder informatie daarvoor en twee kleine L'en. De gameten die hij gaat maken zijn twee verschillende en die gaan we kruisen met een vrouwtje. Het fenotype is heterozygoot voor beide. Nou, dat is het genotype natuurlijk. Dat betekent dat die X grote R, X kleine R is en een grote L en een kleine L. Die kan dus vier verschillende gameten maken, zoals we net zagen bij de dihybride kruising. Allebei in alle vier in 25% van de gevallen. We maken een kruisingsschema en let op, we hebben vier kolommen, maar twee rijen. En dat heeft te maken met het X-chromosomaal zijn van de ene eigenschap. We gaan invullen de verschillende gameten van het vrouwtje bovenaan en van het mannetje onderaan, want die kon maar twee verschillende gameten maken. Hier hebben we het fenotype, het dominante fenotype. Hier hebben we één eigenschap recessief, hier een andere eigenschap recessief, hier alle eigenschappen recessief. Hier hebben we een mannetje die het dominante fenotype heeft. Het mannetje die dominante fenotype heeft voor één eigenschap en hier voor de andere en hier recessief. Dus dat betekent wild type, dat betekent ebony, dat betekent witte ogen, en ebony. Hier weer wild type, hier weer ebony, hier witte ogen en hier witte ogen en ebony. We hebben hier een vrouwtje en die is wildtype zo te zien. En we hebben een mannetje en als je goed kijkt naar de vleugels, dan heeft hij verschrompende vleugels. Vestigial heet dat. Die twee gaan we kruisen. Het genotype van het vrouwtje is homozygoot dominant en van het mannetje is homozygoot recessief voor zowel de lichaamskleur, want hij is ebony, en voor de vleugels vestigial. Nou liggen die eigenschappen op hetzelfde chromosoom. Dus dat betekent dat als die dieren gameten gaan maken, dat die eigenlijk overerven zoals ook een monohybride kruising overerft. Dus eigenlijk heel simpel. Deze gameten kunnen gemaakt worden. En het genotype van de F1 is het heterozygote genotype voor beide eigenschappen. Als die gameten gaat maken, dan kan die alleen maar gameten maken van een grote G, grote L en kleine g, kleine L. Want het ligt immers op hetzelfde chromosoom, de eigenschappen. En dat zie je hier ook. Het is gewoon een monohybride kruising. En de verhouding tussen de genotypes is weer 1 stelde 2 stelde 3. En het fenotype is 3 maal wildtype en 1 maal ebony en vestigial. Dit was de Egyptische farao-familie. En we gingen op zoek naar een nakomeling. En we zeiden dat TJ heterozygoot was voor een recessief overervende eigenschap, autosomaal. Dat betekent dat haar zoon, Amenhofis, de vierde, de 50% kans heeft om dat recessieve allel ook te krijgen. En ik wou dat ze wat simpeler heette, die heeft ook de helft van de kans om dat te krijgen als haar vader dat allel had. Dan Baketaton, die heeft 50% kans om van haar moeder het recessieve allel te krijgen. Dus hoeveel kans heeft nu een nakomeling van die twee op het hebben van het recessieve homozygote genotype? Nou,
Dan moet je de helft van de vader en de helft van de moeder krijgen. Dus dat is een kwart. Dan kunnen we gaan uitrekenen hoe dat zit. De kans op dat neverneer verroere, roere, het reeds een heterozygote genotype heeft, is een half maal een half. En dat is een kwart. Kun je ook zo schrijven. De kans dat Bakentaton het heterozygote genotype heeft, is een half. En dan moet die nakomeling nog het homozygoot recessieve genotype hebben. Dan gaan we die met elkaar vermenigvuldigen. We hadden een kwart en we hadden een half. Dus een kwart maal een half. En we hadden nog een kwart. Dus een kwart maal een half maal een kwart is dit getal. Vrij klein dus. Soms is het makkelijker om dat even in breuken op te schrijven. Een kwart maal een half maal een kwart is 1/32. Dit was hem alweer. De 8.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.